Zo! Dit is gek om weer voor een camera te zitten en dan ook nog in mijn eigen huis. Want ik ben dus verhuisd. En ik dacht, hoe leuk is het om even bij te kletsen. Dus ik heb op Instagram gevraagd. Hebben jullie vragen over mijn nieuwe woning? Over überhaupt gewoon wonen in Rotterdam? Alleen wonen? Etcetera. Gewoon roep maar. Maar ik dacht, dat ga ik niet zomaar doen. Ik ga erbij eten, dus het is een mukbang. Het is wel een beetje teleurstellend. Het is zo, ik woonde eerst in West en ik woon nu in Zuid. Dat is echt totaal anders qua... De restaurant komt de brug niet over hier. Dus alle thuisbezorgrestaurants, et cetera, zijn totaal anders. Dus ik moet het allemaal herontdekken. En ik had een hele leuke gevonden voor sushi. Die ook bubble tea en zo hadden. En ook wel speciale smaken sushi. Dus ik... Nou, weet je, en ik had ook zo gekeken, ze ging rond 6:15 dicht. Dus ik dacht, oké, ik moet wel opletten hoe laat ik bestel. Nou, ik heb me helemaal opgepakt en klaargemaakt. En weet je, je hebt dan ook echt wel zin in dat eten. Vooral mijn lievelingseten, weet je, je verheug je er helemaal op. Ik wil gaan bestellen rond 4:30. En het restaurant is al dicht. Het is om 3:00 dicht gegaan, stond er. Dus dat is zo raar. Het was ook met Rutger, die heeft een video gemaakt over slechtste thuisbezorgrestaurant. En die was dus ook dat hij elke keer wilde gaan bestellen, dat het restaurant gewoon elke keer niet eens open ging. Dus dat is wel pak. Goed. Ik had me er zo op verheugd en ik had me al helemaal opgemaakt op mijn vrije dag. En jullie hadden de vragen gesteld. Dus ik dacht, dan maar ergens anders. Even kijken wat ik heb besteld. Ik heb mini lumpiaatjes. Die zitten hierin. Mijn mama bestelt nooit een warm gerecht trouwens. Maar het is best wel cheap. Dus ik dacht, laat ik eens gek doen. Even kijken. Lekker zonnig. Nou, dit. met de chili saus. En dan hebben we heel veel sojasaus waar je wel apart voor moet betalen. Dus dat vond ik een beetje stom. Dat betaalde je 30 cent per flesje. Nou, is niet veel, maar alsnog denk ik ja. Dat is. Oh ja, dit is ook een beetje altijd niet nodig. Thank you voor deze confrontatie. Always, maar niet nodig. Dus dan hebben we nog wasabi ook. Even kijken hoor. We hebben crispy epi. Dus dat is met garnaal. En hier zat ook mango bij. En viskuit. Dus heel bijzonder. Dan de crunch maki. Dat is deze. Mocht je vegetarisch eten. En niet zo into sushi zijn. Gewoon niet van vis überhaupt houden. En het gewoon, weet je wel, leren eten sushi. Raad ik je deze heel erg aan. Het is gewoon heel neutraal. Je hoort echt heel erg mijn vriezer. Ik weet niet of jullie het horen. En dan heb ik nog de sake make. En dat is dan natuurlijk gewoon de kleintjes met zalm. Dit is echt al heel lang mijn favorite. Die crispy mayo maki. Nee, die crispy mayo. Crunch maki. Nee, heel veel zeggen crispy mayo noemen ze het. En heb ik ook nog, aangezien we er geen leuk drankje bij. Ja, deze. Trouwens, dit restaurant verkocht deze ook. Ik weet even niet hoe je dit noemt. In het Japans, maar... Deze had ik nog staan, dus ik dacht, dit is wel toepasselijk. Ik weet niet of je ooit... dit gaat nu al mis dus. De video heb gezien waarin ik dit voor het eerst probeerde. Dan raad ik je zeker aan om dat even te gaan doen. Het ging namelijk gigantisch fout, maar het zorgde wel... Wacht, het doet weer verkeerd. Maar er zit dus een glazen bolletje en die moet je met dit naar beneden drukken. Ik vind dat heel eng. Nou, nu ging het dus wel goed. Geen spectaculaire beelden deze keer. Cheers, ik weet niet welke smaak dit is. Het staat alleen maar in het Japans op. Er staat wel Pikachu op. Ik heb precies niks met Pokémon.
Maar maakt niet uit. Ik heb wel heel veel met Japan. Terwijl ik er nog nooit geweest ben. Ondertussen is echt iedereen geweest. Smaakt naar kauwgombal ongeveer. Heel chemisch. Maar goed. Ik heb er zo'n zin in. Het is echt... Hoe laat is het? Oh, het is al bijna 5:30. Nou, dat valt mee. Eerst even mijn sojasa. Oh, ik wil even een loempje, weet je wel. Dan wordt het koud. Maar goed, ik woon hier dus. Nu. Anderhalve week. Ik begin nu wel te wennen. Het is echt heerlijk. Ik woon natuurlijk al bijna 7 jaar in Rotterdam. Op mezelf. Uit huis in ieder geval. Maar ik heb altijd op kamers gewoond. Dus altijd met huisgenoten en niet je eigen badkamer, toilet, keuken. Moest ik altijd delen. Ja, en ik merk nu al zo'n andere dingen in mijn routine. Want ik was gewoon best wel een sloddervos. Ik denk dat ik 1 keer de maand me af was deed. Confession. Ja. Maar het is zo... Ik weet niet, ik vond het gewoon heel lastig om rekening te houden met anderen. En ik weet niet wat dat was. Ik weet het niet. Misschien herkennen mensen jullie het wel. Maar... Je ziet nu op de achtergrond in de blauwe bak mijn afwas staan. Ik doe nu echt heel netjes als ik, of als ik thuis kom uit werk. Of net voor het slapen gaan, dan doe ik even de afwas. Zodat het in ieder geval... Ja. Dat het in ieder geval zich niet opstapelt. Ik kan hier... Sorry. Een wasmachine aansluiten. Een afwasmachine dus. Onder mijn aanrecht. Daar is een aansluiting voor gemaakt. Maar... Ik vind het wel, ja, ik zat er echt wel over te twijfelen. Omdat ik vind eigenlijk alles in het huishouden niet heel erg om te doen. Dat is niet dat ik het leuk vind, maar zoals de was doen en stofzuigen en de bed opmaken. Dat soort dingen, echt stoffen. Ja, ik kan, vind het niet heel erg om te doen. Maar de afwas, ik denk dat iedereen zijn vervelendste huistaak heeft. En voor mij is dat echt de afwas. Dus, maar goed, tot nu toe gaat het goed. Dus ik hoop niet dat dat nu zo is. Ja, gisteren ook. Wat ik nu ook doe, is me elke avond helemaal insmeren met body lotion. Ik heb een hele droge huid, dus ik zou dat elke dag moeten doen. Maar dat deed ik nooit. Echt gewoon letterlijk nooit. En nu heb ik het echt zo netjes naast mijn bed staan. En dit doe ik het elke avond. En ik zat aan mijn gemberteetje. Ik dacht echt, what have I become? Ik moest echt lachen. Goed. Even een shoesje. Het is helemaal groot deze, man. Ja, goed gekeurd. Het is altijd weer spannend. Je hebt shabu to go. Shabu. Ja, dat zit echt in heel veel stenen natuurlijk. En die bezorgt nog wel aan deze kant van Rotterdam. Maar die is gewoon best wel duur. Wel echt ook onwijs lekker hoor, maar... Dus ik moet echt weer mijn restaurant gaan ontdekken waarop qua sushi. Oh, heel crunchy. Maar het is best wel taai. Er zit ook nog wat extra's bij. Komkommer. Mochten jullie überhaupt nog vragen hebben over mijn woning en dergelijke, stel ze vooral in de comments. Maar goed, ik zal in ieder geval de vragen gaan beantwoorden die nu zijn gesteld. De eerste vragen waren trouwens house tour. Iemand zei ook room tour, maar ik heb nu echt een house, jongens. En dat was ook echt wel een van de dingen waar ik gelijk dacht van, oh my god, ja, dat wil ik echt doen. Maar... Ik zit ineens heel erg te denken aan privacy en inbraakgevoeligheid. En ik vind het best wel eng nu. Natuurlijk kan dat altijd gebeuren, maar ik ben best wel voorzichtig. Als ik het uitzicht zou filmen, dan zouden jullie zo, weet je wel, kan iedereen googlen waar ik woon. En ik vind het een beetje, best wel eng. Ja, dat is gek. Maar ik ben nu zo trots hierop. En ik heb er zo hard voor gewerkt en gespaard. En ja...
ja, we moeten niet aan denken dat iemand hier überhaupt, weet je wel, ongewild binnenkomt. Of überhaupt aan de deur staat te bellen. Ik weet dat dit onnodig is om te zeggen omdat het gewoon een YouTube dingetje is, maar ik weet dat er veel volgers in deze buurt wonen. Ik heb ook echt heel veel reacties al van, oh, en waar dan op Zuid? Maar ik zeg dan wel dat ik woon op Zuid. Maar Zuid is best wel groot. Maar goed, mochten jullie erachter komen waar ik woon, dat jullie me hier zien lopen of toch iets van het uitzicht zien en weet je wel, gewoon iets. Ja, wees er gewoon voorzichtig mee. Maar ja, ergens is het onnodig om te vragen. Omdat ik denk, ja, als je een weldenkend mens bent, dan snap je dat. Maar het gebeurt helaas toch. En ja, ik wil het niet. Ik wil opeens heel, ik ben opeens, denk ik, daarover na. Misschien dus antwoord op de vraag trouwens. Maar of ik een hoofdzorg ga opnemen, ik denk het wel. Ik heb het in mijn vorige kamers nooit echt gedaan. Omdat het daar ook nooit echt afvoelde of zo. En het was heel vaak een rommeltje. Maar ja, het is ook nog een beetje. Het is nu. Mijn halve leven zit nog in dozen. En ik wil gewoon nog heel veel. Ja, van die dingetjes kopen. Nog een kastje daar. Een dingetje dat. Dus in principe is het überhaupt nog niet af. Dat is gewoon best wel een proces. Maar ik beloof het niet, maar ik denk het wel. Is dat nog een goed antwoord? Femke die vraagt, ik wil misschien op kamers in Rotterdam. Is dat duur of moeilijk? Ja. ik moest namelijk mijn woning uit vanwege een renovatie. Dus ik moest gewoon iets anders vinden. En in principe wilde ik natuurlijk het liefst mijn eigen woning. Maar op een gegeven moment was dat niet echt. Dat was gewoon niet echt meer. Dat was niet echt te vinden, zeg maar. Ja, dus het is niet te doen. Het is dus gewoon woningnood. Dus toen dacht ik, ja, weet je hoe erg is het om misschien nog 1 jaar op kamers te gaan wonen. Als ik een kamer kan vinden die gewoon oké is qua oppervlakte en qua huisgenoten. Ik wil niet weer in een studentenhuis terechtkomen, maar met mensen van mijn leeftijd. En die waren ook best wel veel te vinden. Maar het is, jongens, het is echt onbetaalbaar geworden. Ik ben echt flabbergasted. Hoe duur het is. Ik ben in principe als ik heb nu huursubsidie. En dan zit ik goedkoper qua huur dan ik ooit met een kamer heb gezeten. En ik heb altijd heel goed al echt goedkoper op een kamer gezeten. Ik heb ik had 2 grote kamers voor mezelf. En daar betaalde ik €425 voor. En ik zat heel dicht bij het centrum. Nou ja, dat klinkt misschien voor sommigen echt waanzinnig duur. Maar ik bedenk nu dat ik kamers zag van 10 vierkante meter. En dat is echt klein. Daar kan je 1-persoonsbed in zetten. En what else, weet je al. En dan betaal je daar €500 voor. Ik ben echt geschrokken hoe dat in een paar jaar, 7 jaar tijd dan echt extreem. Met mensen ervoor durven vragen. Want mensen betalen toch wel, want op een gegeven moment heb je geen keus meer. Ik ben ook bij een studio gaan kijken en het was oprecht heel mooi. Maar ja, ik wilde het ook bijna gaan doen. Het was ook echt net opgeknapt. Er zat een nieuwe badkamer in met een licht bad. En het was echt, nou, echt een hele grote badkamer. Maar de ruimte zelf waarin je moest leven, ik dacht, nou, dan moet ik een slaapbank neerzetten en dan. Was me denk ik vol gewoon. En dan
andere kant van de kamer was de keuken. En in de, dan was aan de zijkant de badkamer. En... pardon. Mijn moeder die zei... er zat dus geen deur in die badkamer. Helemaal niks. Geen schuifdeurtje, geen gordijntje. Dus mijn moeder vroeg ook van... ja, hoe gaan we dat doen dan? Als er iemand... weet je wel, je hebt visite en er moet iemand naar het toilet. Nou, daar had hij dus eigenlijk niet over nagedacht. Maar die badkamer... het was zo onnodig. Ik snapte het niet. En het was dan 710 euro. En voor een studio krijg je ook weer subsidies aan. Maar dat was zo klein. En die badkamer was zo groot. Ik had dacht van, had die badkamer die keuken in één gedaan? En ik, weet je, mij, ik hou van een bad. En ik, weet je, ik zag dat bad en ik dacht, fuck je. Yeah. Maar ja, het is echt, als je verder dan helemaal geen leefruimte hebt. En hoe ga je ooit daten? Hoe ga je een jongen mee naar huis nemen? Met zo'n toilet waar je gewoon vanuit bed naar kan kijken. En ruiken en alles. Nou, oké. Okay. Het is op zich zijn er wel kamers te vinden, maar het is... ja, reken dus op hoge prijzen. En ook zijn er wel veel tijdelijke kamers. Dus bijvoorbeeld voor 3 maanden te vinden. En die zijn dan al helemaal gemeubileerd. En die kan je dan voor tijdelijk in. Weet je, als je het wil proberen, zou dat wel een tipje zijn. En er waren trouwens ook heel veel vragen. Hoe ik aan mijn woning kom en welke sites en of ik daar tips voor heb. Nou vind ik het een beetje raar om reclame te gaan lopen maken voor huursites en makelaars en whatever. En andere sites weer te gaan bashen. Weet je, dat is niet echt mijn... ja, ik weet niet, ik heb daar zelf niet echt veel aan. Niet ten nadele van jullie natuurlijk. Maar stuur me gewoon een privébericht. Want ik wil je die tips echt geven, maar ik wil hier niet... een soort wandelend reclamebord voor verhuursites worden. Omdat je ze vragen bijna allemaal een maandelijks bedrag... dat je überhaupt kan reageren. Maar Google altijd vooraf, voordat je een abonnement afsluit of überhaupt iets betaalt, of die site betrouwbaar is. Want er zitten gewoon echt heel veel oplichters bij. En als het te mooi is om waar te zijn, dan is het ook echt zo. Maar goed, ik wil jullie helpen, maar stuur me gewoon een privébericht op Instagram. In welke wijk woon je in? Dat is de Zuid. En ik zei altijd, ik wist wel dat ik een jaar geleden uit huis moest. En ik zei, ik wil overal wonen behalve op Zuid. Ja, echt zo verwaand. And look where I am now, right now. Maar ja. Het was voor mij vooral een dingetje dat ik 's avonds nog een beetje normaal thuis wilde komen. En ik woon nu gewoon heel dicht bij een metro. Dus ja. Het is niet de beste reputatie hier, maar ik moet zeggen dat ik in elke wijk wel heb, weet je wel, waar ik heb gewoond, wat heb meegemaakt. In Hellevoetsluis heb ik ook echt heel veel meegemaakt. Dus ja, ja, ik weet niet of ik me hier per se thuis ga voelen en het hier heel fijn is, maar ik heb mijn vooroordelen wel heel erg teruggenomen en ik denk dat de wijk überhaupt al heel erg is opgeknapt en ja. Ik kan er alleen maar aan bijdragen. Bel je er niet heel erg van dat er soms geluidsoverlast is, oftewel vroeg wakker? Er is in principe hier, waar ik nu woon, geen geluidsoverlast, maar ik heb nu buren boven me. En ik had ook altijd een huisgenoot boven me, maar als je in een kamer woont, zeg maar, dan loop je vrijwel niet heel de tijd rond. Dan, ja, ik hoor daar bijna niet. En nu woont er gewoon volgens mij een gezin boven me. Dus ik hoor ook gewoon regelmatig een kind huilen. Ik hoor de wekker om 5 uur afgaan. Ik hoor ze lopen. Ik hoor ze praten.
En dat is, weet je, dat, die mensen leven gewoon. Het is niet alsof ze nou echt schreeuwen en bonken en... Nee. Dus ik kan me daar, weet je wel, ik kan me er niet echt aan ergeren. Maar het is voor mij heel lastig. Ik slaap heel licht. Dat is echt extreem. En ik kan daar gewoon niet heel veel aan doen, behalve met oordop. Nou ja, ik sliep vannacht met oordop in en ik word wakker. En ik heb ze in mijn slaap uitgedaan. Dus ik weet niet hoeveel dat helpt. Maar goed, ik heb ook een beetje het idee dat ik gewoon heel erg aan moet wennen. Nou ja, het is op dit moment gewoon heel vermoeiend. Maar ja... Ik, mensen leven ook, maar ja, ik kan er niet boos om worden of zo. Hoe bepaal je hoeveel je uitgeeft aan bijvoorbeeld boodschappen? Dat bepaal ik eigenlijk niet. Toen ik net op mezelf ging wonen, had ik daarvoor echt een soort idee dat ik dacht, ja, dan ga ik elke week naar de markt en hou echt zo'n budget aan van bijvoorbeeld 50 euro per week. Maar ik heb dat nooit gedaan. En ik kom nooit tekort aan het eind van de maand. Ik let wel op aanbiedingen en ja, maar ik probeer vooral te genieten. En ja, ik weet niet, ik ben altijd heel erg goed geweest met geld. Dus het is voor mij nooit echt een probleem geweest. Ja, ja, ik weet niet hoe, ik heb daar niet echt een plan voor. Ik doe gewoon mijn boodschappen. En vooraf kijk ik dan wel bijvoorbeeld bij Appie wat in de bonus is. Daar pas ik mijn boodschappen dan soms, ja, eigenlijk altijd op aan. Maar ja, ik heb niet dat ik een budget heb of een plan of... Nee, nee. Sorry, daar heb je echt heel weinig aan. Duurde het lang voor je kon wennen aan vaak alleen zijn? Ja. En eerlijk gezegd, ik denk niet dat je er echt aan bent. Ik heb wel een beetje mijn voordelen. Of ja, voordelen. Bijvoorbeeld dat ik echt, nou, weet ik veel, kan chips eten in bed. Ik kan de hele dag in pyjama blijven. In bed film kijken. Om 8 uur naar bed gaan. Weet ik veel. Dat soort voordelen. Dus daar probeer ik altijd heel erg extra van te genieten. Gewoon die voordelen. En ja, het is niet echt leuk om naar werk alleen thuis te komen dat er niemand is om je dag mee te bespreken of iemand even vraagt hoe het gaat. Dat van de week toen, ja, dit is ook met verhuizen is natuurlijk een emotioneel proces ook. Ik heb van de week wel echt heel erg hard zitten huilen. Omdat ik me dan opeens zo alleen kan voelen, maar... Leuk, hè? Ik maak het mezelf ook heel moeilijk. Maar dat is een ding wat nu in mijn hoofd heel erg speelt. Dat, ja. Weet je, ik weet dat ik heb echt genoeg vrienden. Maar ik vind het zo moeilijk om met iemand af te spreken. Ja. En het is echt een negatief ding in mijn hoofd. Ik heb het er heel moeilijk mee. En ik weet dat ik er heel erg aan moet gaan werken, maar... En dat het me heel erg zou gaan helpen om die eenzaamheid te verminderen. Maar ja, heel diep nu opeens. Maar ja. Ja, ik heb van die momenten. De meeste vind ik het gewoon heel fijn. Maar ik ben zelfs dat ik nu mijn eigen huis zelf kan inrichten met mijn eigen smaak. Nu echt helemaal voor het eerst in mijn leven mijn eigen ding kan doen. Zelf kan bepalen wanneer ik eet, wanneer ik douche of wanneer ik naar bed ga, weet ik veel. Elk dingetje kan ik zelf bepalen. En dat is ook echt heerlijk. Nou goed. Het went niet. Voor mij, omdat ik thuis altijd heel veel gezelligheid had. Vooral na school en zo, altijd samen eten. Ja, heel veel. Ja. En we spraken echt wel veel met elkaar. En ik had ook in mijn tienertijd dus ook altijd een vriend. Dus ik weet nog altijd heel goed hoe het is om wel altijd iemand, weet je, aan het eind van de dag voor het slapen gaan even te bellen. Dus ik weet, ja, dat is misschien het grootste nadeel, dat ik heel goed weet hoe het wel kan zijn. Maar, nou ja, goed, voor- en nadelen.
maar went nooit echt. Ja, ja, ik probeerde de vruchten wel te plukken, denk ik. Dan de laatste vraag die ik ga beantwoorden. Hoe oud was je dat je uit huis, toen je uit huis ging? Ik was 23. Het was in 2012. En ja, ik had het ook echt niet gepland. Nee, ik ben trouwens op mijn 18e voor het eerst uit huis gegaan. En toen heb ik een paar maanden in Utrecht gewoond. Dat vond ik verschrikkelijk. Dus toen was ik heel snel weer terug. Toen ben ik echt eenzaam geweest. En ik dacht ook, ik ga nooit meer alleen wonen. Dat is zo naar. Zo saai. Maar toen, ik studeerde toen in Brielle. En ik woonde in Hellevoetsluis. Mijn studie ging naar Rotterdam. En toen zei iedereen, waarom ga je niet op kamers? Toen dacht ik, ja. Yeah. Dus dat deed ik toen. En dat was echt, ja, de beste beslissing. Ja, echt een hele goede beslissing. Dat was ook gewoon de tijd. Dus ja, bijna 7 jaar woon ik nu om mezelf in de Rotterdam. Ja, ik hou wel echt heel erg van deze stad. Dat heb ik al heel mijn leven al gedaan. Zo. Maar goed, mijn batterij knippert en mijn memory card is bijna vol. En ik zit zelf ook redelijk vol. Waarom doe ik dit? Vol. Ik ben zo vol. Nou, oké. Okay. Mijn buik is redelijk vol. Dus ik ga hem hierbij afsluiten. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om met me te eten. En dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken. En zie ik jullie graag de volgende keer weer. Peace out. Doei.